Het begin van de Vierdaagse, dat is de vlaggenparade. En daar doen natuurlijk verschrikkelijk veel drumfanfares aan mee. Maar wij volgen de aanloop van drumfanfare Michael. Hé, hey, je bent tomboumètre. Ja. Dat vind ik een mooi woord. Ja. Ik zal het maar eerlijk zeggen, als ik met mijn vader aan de kant van de weg sta, dan zou mijn vader zeggen, dat is de enige man in het hele muziekkorps wat geen instrument bespeelt. Dat klopt, voor nu klopt dat, ja. Oké. Okay. Ja, als ik ervoor loop, speel ik geen instrument. Nee, precies, maar dat speel je wel eigenlijk? Ja. Oké. Okay. Ja. Maar dat kan dus niet tegelijkertijd? Nee, dat gaat inderdaad niet gelijktijdig, nee. Vertel. Ik ben begonnen als muzikant, ja? Als slagwerker. Vanuit daar omgeschoold naar blaasinstrument, tuba. Ja? Ja? Dus de sousofoon die achteraan het korps ziet lopen. Die hele grote? Die hele grote. Ja? Ja. En vanwege mijn achtergrond ben ik ooit een keer gevraagd om ervoor te gaan lopen. Oké. Okay. Daar een opleiding voor gedaan en sindsdien loop ik ervoor. Ja, precies, want ik deed net een beetje flauw, maar het is een heuse opleiding, hè? Ja, klopt, ja. Vertel eens, hoe gaat het in zijn werk? Ja, dat verschilt per keer. Je kunt gewoon echt een serieuze opleiding ingaan. Dan ga je een paar weken met een paar man krijg je les van een instructeur. Ik heb zelf opleiding gedaan binnen het korps zelf. Ja. Niet dit korps, maar een ander korps. Ja. Daar fijne kneepjes geleerd van de tomboumètre op dat moment. En eigenlijk af mogen kijken en tot het moment dat ik het zelf mocht gaan doen. Ja, precies. Je hebt het echt in het harnas geleerd, zeg maar. Ja, klopt. Wat gaaf. En nou staan we hier op een voetbalveld. Ja. Wat staan we hier te doen? We staan hier eigenlijk gewoon te repeteren. Datgene wat wij willen gaan vertolken tijdens onze optredens, studeren we hierin. Ja. Dus het is niet zomaar achter elkaar lopen. Het is wel over nagedacht hoe we achter elkaar aanlopen. Ja. Dus ook dat is een stukje van mijn taak. Het bedenken van wanneer gaan we naar linksaf, wanneer gaan we rechtsaf. Ja. Of wanneer gaan we weer counteren, zoals wij dat noemen. Ja, wat is counteren? Counteren is omdraaien aan de andere kant oplopen. Oké, okay. Oh, dat heb ik wel gezien net. Ja, twee keer een bochtje en dan loop je eigenlijk de andere kant op. Ja, precies. Ja. Dus dat wordt allemaal ingestudeerd, van tevoren bedacht, doorgesproken met het instructieteam. En daarna hier in de praktijk gekeken of datgene wat we gedacht hebben ook in de praktijk mogelijk is. Ja, precies. Maar als je nou tijdens de intocht van de Vierdaagse in de stoet meeloopt, dan kun je niet ineens draaien en terug gaan lopen. Ja, toch kan dat wel. Oké. Okay. Als ik, daarom heb ik de stok, oftewel de mees zoals wij dat noemen, ja. heb ik een mees en met die mees kan ik aangeven welke kant we op gaan. Mm-hmm. Dus dat studeren we hier ook in, om te zeggen van jongens, als ik deze stok de beweging doe, ja, moeten jullie dit doen. Dus okay. Eigenlijk maakt het niet uit waar ik het doe. Ja. Als we op straat lopen en er gebeurt iets raars, er komt iets voorbij, ja, of de stoet stopt ineens, ja, zullen wij ook spontaan moeten stoppen. Ja. En dat doe je dan meestal met de stoktekens. Dus iedereen moet op jou letten? Ja. En dat gebeurt ook? Ja. Dat weet je zeker? Ja, ga ik blindelings vanuit. Dan ga jij blindelings vanuit? Ja. Je hoeft nooit achter je te kijken? Nee. Oh. Daarom oefenen we ook zoveel dat we echt op elkaar ingespeeld zijn, zodat ik ze blindelings kan vertrouwen. Ja, precies. We hadden het net over je mees. Ja. De stok, de mees. Ja. Kun je hem even laten zien? Ja, tuurlijk. Kijk, hij lag hier gewoon klaar. Is dit nou ook een typisch Engelse? Gedeeltelijk wel, ja. Oké. Okay. Ja. Waar kan ik dat aan zien? Hij is niet helemaal Engels. Er is eigenlijk niet heel veel variatie in. Oké. Wat je wel ziet bij de Engelsen is inderdaad dat die voorzien is van een kroon. Ja. Dat is bij de Nederlandse ook. Uh-huh. Dit is een Nederlandse leeuw. Ja. Koninklijk kroontje. Wat je wel eens wil zien bij de Amerikaanse, want dat zijn de twee stijlen die we hebben. We hebben de Engelse stijl en de Amerikaanse stijl. Ja. Dat de Amerikanen alleen maar een bol hebben. Oké. Okay. En die is meestal ook wat korter. En wat je ook bij de Amerikaanse ziet, is dat daar veel meer mee gegooid wordt. Dus je zult een Engelse tomboumètre ook nooit met een mees zien gooien. Oké, okay. Levensgevaarlijk ook. Ja, er zit inderdaad aan de onderzijde. Dat bedoel ik. Een punt aan. Ja. Dus kijk wat je doet. Is er wel eens fout gegaan? Bij jou? Ja, helaas wel. Ja. Oh, dat klinkt alsof je het litteken nog kan laten zien. Nee, okay. Dat niet. Nee. Dat zijn pijnlijke momenten. Dat, maar ja, ook dat gebeurt. En dan tijdens een mars? Ja. Of, dat wil je natuurlijk niet meemaken. Nee, liever niet. Nee. Vertel eens.
Momenten dat ik de mees omhoog hield en voorwaarts mars wil aangeven, glipte die uit mijn vinger en lag die op de grond. Ai, kapot? Nee. Oh, dus die kan wel alleen. Ja, dat geloof ik. Ja. Nou, mooi, dankjewel. Nico, sta je te genieten? Enorm. Ja, want je bent hier elke week, hè? Zo goed als elke week, ja. Ik vind het wel bijzonder, want je speelt zelf niet mee. Nee. Hoe zit dat? Nou, ik ben een late roeping wat muziek betreft. Ja. Ja, dat was dus wat een godsdienstige achtergrond, hè, deze opmerking. Ja. En ik zou dus dit niveau niet kunnen spelen. Oké. Okay. Nee. En ik ben hier ook eigenlijk min of meer ingerold, omdat mijn kinderen hier terechtgekomen zijn. Oké, okay, en die lopen hier dus nu wel mee? Dan lopen twee zonen lopen mee en normaal gesproken ook nog een schoondochter. Kijk, ja. Nou dat is behoorlijk. Ja, dus... En jij bent hier elke week samen met je vrouw voor de hapjes en de drankjes te zorgen? De hapjes en de drankjes. En wanneer we dus in het gebouw rond het leven zijn, zorgen dat de zaak open is. Ja. En dat het weer gesloten wordt. En dat in die tussentijd dus allerlei hand- en spandiensten verricht kunnen worden. Zorg voor muziek enzovoort. Ja, je kunt je van alles daarbij bij voorstellen. Ja, precies. Want ook de kostuums maken jullie ook zelf, hè? Heb ik begrepen. Die worden in ieder geval allemaal bijgehouden. Ja. Die zijn uiteraard op een gegeven moment na de brand van Rooms leven zijn die allemaal vernieuwd. Ja. En het is vaak zo dat ze zo klein zijn als ze komen. Ja. En zo groot. Ja, ja, ja. Dus verschillende stadia zijn er dus waarin dus de uniformen aangepast moeten worden. En dat doet mijn vrouw. Zou je dan kunnen zeggen dat je eigenlijk misschien wel het belangrijkste lid bent van deze drumvervaren? Voor de continuïteit erg belangrijk. Ja. 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 Dat is wel zo, ja. Ja, precies. Hey, en dan zo tijdens zo'n vierdaagse, ja. dan spelen zij, ze spelen tijdens de vlaggenparade en ze spelen tijdens de intocht. Sta jij dan op een vaste plek? Nee. De vlaggenparade is dit jaar dus een ander systeem. Ja. We vertrekken vanuit Lent en lopen naar de stad toe. Mm-hmm. En dat is voor de drumvervaarder dit jaar het enige wat ze doen. Oké, okay. Ja. Dus ze lopen dit jaar met de intocht helemaal niet mee? Nee. Oh. Dat is al heel wat jaren geleden. En dat komt dus, maar dat geldt voor alle korpsen. Heel moeilijk om midden in de vakantieperiode de mensen met elkaar te krijgen. Ja. Precies, ja. Ja. Hey, en die vlaggenparade, dat is wel iets bijzonders toch, of niet? Dat weten we nog niet eigenlijk. Het omdat is het nieuw is, maar het nieuw is. De oude manier van... Ja, maar ja, die is toch verwaterd en daarom zijn ze dus eigenlijk naar een ander item gaan zoeken. Ja, ja. En of dit dus aanslaat, zal het tijd leren. Dat is nog afwachten. Ja, ja, eigenlijk wel. En jij hebt tijdens deze vlaggenparade niet echt een vaste rol? Jij dan? Nee. Heb je wel nu al een plek uitgekozen waarvan je denkt, daar ga ik staan, want daar heb ik het allerbeste zicht? Nee, waarschijnlijk zal ik wel meelopen. Ja. Want al is het maar voor wat flesjes water en een paar reserve trommelstokken en zulke spullen. Ja, ja, ja. Oh, want dat gebeurt natuurlijk nog wel eens. Dan gaan we wel eens wat kapot onderweg. Ja, dat kan. En afhankelijk van de weersomstandigheden zet ik dus de rugzak op met flesjes water. Ja, ja, ja. Ja. Had je er dan niet toch stiekem zelf liever bij gelopen? Nee, daar ben ik ook te oud voor. Ja? Zit er een maximum leeftijd op dan? Nee, dat niet. Maar je vindt jezelf daar te oud voor? Ja. En je bent nog zo oud als je je voelt? Dat is wel waar, ja. Maar nee, dit niveau zou ik niet kunnen spelen. Nee, ik heb het orkesterniveau gehaald. Ja. En dat was net mooi. Ja, precies. Ja. Dus nu is het gewoon maar even genieten. Ja, inderdaad. Nou, dan moeten we dat maar gaan doen. Ja. Er wordt nu een hele bijzondere vorm gelopen, zie ik. Ja, inderdaad. Dat is weer een nieuw kunstje. Een nieuw kunstje? Dat is voor jou ook een verrassing? Voor mij wel een verrassing, ja. Ja, ja. Als je er buiten staat, dan heb je er toch een heel ander beeld van. Absoluut. Zeker als het is allemaal door elkaar heen krioelt. Ze zijn dat en dat aan het doen. Ja. En lukt het? Ja, ze komen toch gelijk uit. Precies.